Ja, goeiedag. Ik ben Jeroen Horsels. Ik ben de CISO van Vodafone Ziggo. En vooral daarmee verantwoordelijk voor cybersecurity binnen Vodafone Ziggo. Een vraag die me eigenlijk al mijn hele carrière bezighoudt is, hoe word je nou als organisatie weerbaar tegen dit cyberaanvallen? En zoals jullie weten, cyberaanvallen, dat is eigenlijk iets wat nu tegenwoordig continu eigenlijk plaatsvindt in onze maatschappij. Het kan leiden tot vreselijke dingen, uitval van systemen, datalekken, zelfs continuïteitsrisico's, zelfs disruptie van onze maatschappij in geheel. Als onderdeel van de vitale infrastructuur, wat Vodafone Ziggo is, vinden wij cybersecurity het van grootste belang. Je kunt je namelijk voorstellen dat als bij ons inderdaad de dienstverlening niet meer doorgaat, dat ondernemers niet meer kunnen ondernemen. Dat mensen niet meer geen pintransacties niet meer kunnen doen. Maar het is zelfs zo erg dat zelfs 112 mogelijk niet meer werkt. En dan betekent echt dat het om mensenlevens gaat. Ziekenhuizen niet meer met elkaar kunnen communiceren. Vreselijke dingen die dan plaats kunnen vinden. Het is daarom zo van groot belang van dat je als organisatie jezelf afvraagt, hoe kan ik nou cyberweerbaar worden? Ik kan natuurlijk moeilijk hier alles gaan vertellen over hoe je dat gaat doen. Maar ik kan in ieder geval even 3 pointers meegeven waarvan ik denk van ja, dat zijn in ieder geval de grootste dingen die je zou kunnen gaan doen. Allereerst denk ik dat het van belang is dat je een dreigingsbeeld voor je eigen organisatie gaat opstellen. Een dreigingsbeeld, dat is dan eigenlijk de externe dreigingen die plaatsvinden, die voor jouw organisatie van toepassing zijn. Denk je bij bijvoorbeeld aan statelijke actoren die bijvoorbeeld disruptief willen zijn aan de maatschappij. Maar dat kunnen ook gewoon criminelen zijn. Criminelen die bijvoorbeeld uit zijn op financieel gewin. Voor iedere organisatie is natuurlijk een dreiging anders. Maar het is van belang dat je zelf dat dreigingsbeeld continu bijhoudt, continu bekijkt en kijkt of er ook nieuwe bedreigingen zijn. Of dat dreigingen mogelijkerwijs ook weg kunnen. Vanuit die dreigingen ga je intern kijken. En dat is eigenlijk je risicoprofiel opstellen. Want het is natuurlijk altijd zaak op het moment dat je weet welke dreigingen voor jou van toepassing zijn. Zodat je ook gaat kijken hoe groot zijn de risico's nou voor mijn bedrijf. Het kan namelijk ook zomaar zijn dat je inderdaad wel een grote dreiging hebt, maar een relatief klein risico. Maar het is van belang dat je dit wel continu assest. Dus beoordeel dit op de kans van optreden en de impact die het heeft. Je vindt constant verschuivingen in plaats, dus het is ook constant het idee dat je hiermee bezig bent. Die risico's die vormen eigenlijk input voor hetgeen wat natuurlijk het belangrijkste is. En dat is eigenlijk de strategie die je zelf wil gaan volgen. En een strategie bestaat uit een set aan maatregelen. Een set aan maatregelen die de risico's eigenlijk moeten mitigeren. En het mitigeren van risico's, dat is waar wij cybersecurity specialisten natuurlijk mee bezig zijn. We proberen de risico's zo klein mogelijk te maken, helemaal wegnemen het liefst, maar in ieder geval zo klein mogelijk maken. Om uiteindelijk te borgen dat we de juiste dingen aan het doen zijn en de juiste investeringen aan het doen zijn. En ik hoor je nu denken, ja, welke investeringen moet ik dan doen, Jurgen? Het is natuurlijk vreselijk moeilijk om te zeggen. Het is vreselijk moeilijk om te zeggen welke risico's voor jouw organisatie van toepassing zijn en welke maatregelen je dan zou moeten treffen. Maar ik denk wel dat het van belang is om eens te kijken van ja, welke categorieën risico's zijn er nou, zodat je in ieder geval een gevoel krijgt bij van ja, waar kan ik aan denken en waar kan ik een balans in vinden. Wij onderscheiden eigenlijk 5 categorieën aan maatregelen. Dus de eerste categorie is altijd identificeren van de risico's. Identificatie, dat doe je vaak aan de hand van beleid, aan assessments en allerlei dat soort zaken. Tweede zit hem in preventie. Een stuk beveiliging aan de voorkant waarbij je zaken tegen wil houden. Derde aspect is detectie. Het detecteren van een aanval op het moment dat die plaatsvindt. En als die dan gedetecteerd is, dan kom je bij de laatste 2 categorieën. En dat is de responsstrategie en dat is je recover. Want het moment dat je aangevallen bent, en dan zul je natuurlijk willen reageren. En dan zou je ook willen kunnen herstellen. Ik denk dat je in deze maatregelen dus het beste kunt gaan investeren. Maar er zijn natuurlijk een paar dingen die ik echt zou willen adviseren om het meeste naar te kijken. En die eerste categorie, dat is eigenlijk de preventiestrategie. Het is altijd natuurlijk het beste als je zoveel mogelijk aan de voorkant echt zou kunnen voorkomen. Dus de preventiecategorie raad ik echt iedereen aan om daar eens goed naar te kijken. Het zijn met name maatregelen die gericht zijn op het blokkeren van zaken. Filters, firewalls, dat soort zaken. Houd die zaken specifiek in de gaten en kijk daar met name naar, zodat je zoveel mogelijk aan de voorkant tegen weet te houden. De tweede, detectie. Op het moment dat je dan inderdaad preventieve maatregelen hebt getroffen, is het van belang dat je ook op een goede manier ziet van, ja, welke dingen kan ik nou detecteren. En op het moment dat ik ze detecteer, kan ik dan snel reageren. Maar detectie, dat gaat vaak over SIEM-SOCs, allerlei geavanceerde toolings. Dat gaat over zaken als je EDR's, je detectiemechanismes die eigenlijk iedere organisatie in zich zou moeten hebben om in ieder geval de basisdingen te kunnen detecteren en op te kunnen reageren. Dus hier denk ik wel van belang om even te benoemen dat detectie echt 24/7 plaats moet vinden. Dus vaak is wat ik van ondernemers hoor, is van ja, we willen wel investeren in detectie, maar komen er te laat achter dat het eigenlijk 24/7 plaats zou moeten vinden. Dat is natuurlijk bijzonder vervelend als je inderdaad iets detecteert op vrijdagavond en je gaat het pas maandagavond oppakken. Ik kom er zo dadelijk in de acties nog even op terug en wat je daar onder andere tegen kunt doen. En
Ten derde denk ik dat het goed is om te investeren in bewustzijn. Het bewustzijn van de medewerkers is, ik hoor heel vaak dat de medewerker eigenlijk de zwakste schakel is. Ik zou hem de sterkste schakel noemen. Want je weet gewoon, je kunt niet alle phishing mails tegenkomen. En 90% van de aanvallen vindt toch altijd plaats middels een phishing mail. Dus het voorkomen ervan is natuurlijk belangrijk, maar op het moment dat er toch eentje doorheen glipt, wat altijd kan gebeuren, dan is het zaak dat je inderdaad je medewerkers juist de actie laat uitvoeren. Het gedrag, dat je daarop gaat sturen. Wees er dus heel bewust van dat je zeker ook je medewerkers traint, zodat ze op het moment dat er iets gebeurt, dat ze de juiste actie uitvoeren. En als ze de juiste actie uitgevoerd hebben, dan denk ik dat er inderdaad ook een cultuur moet zijn waarbij we ook leren van dingen. Waarbij we dus ook laten zien van oké, dit ging goed, maar er kunnen ook wel eens dingen kunnen niet zo goed gaan. En dan is het ook zaak dat we elkaar aanspreken en dat we leren van onze fouten, zodat we inderdaad ze de volgende keer voorkomen. Ik denk heel belangrijk om bij awareness inderdaad echt als ondernemer, als bestuurder, als directeur het juiste voorbeeld te blijven geven. Ik kom er straks nog even op terug in mijn presentatie. Maar dit zijn denk ik de belangrijkste investeringen die ik in ieder geval zou doen. Dan heel snel door naar welke acties ik zou nemen. Want het is altijd van belang inderdaad om een presentatie af te sluiten met welke acties kun je dan nemen die je morgen al kunt doen. Nou, ik denk dat het van belang is dat er een aantal dingen zijn die ik jullie echt mee zou willen geven. Dat is allereerst het assessen van je risico's. Kijk nu eens even wat je nu al aan het doen bent. Kijk eens even welke maatregelen je nu al hebt. Het is niet de bedoeling om nu maar meteen lukraak allerlei tools te gaan kopen en daarmee dan inderdaad uiteindelijk te komen tot de conclusie te komen dat je ze al had of dat je ze inderdaad beter had kunnen investeren. Het is echt zaak om te kijken van ja, assess. Dus het is continu iets, het is ook niet iets wat op enig moment klaar is, maar het is gewoon belangrijk om te doen. Nou, vanuit je assessment zou ik serieus gaan nadenken, welke strategie ga ik nou volgen? Ik heb het net al even aangetikt, hè, 24x7. Het is best wel bepalend voor je organisatie. Als ik nou wat kleinere organisatie neem, dan is het gewoon heel moeilijk om een 24x7 dienstverlening in de lucht te houden. Er komt gewoon veel druk te liggen op beheerders. En dan wordt het best logisch om eens na te denken over welke strategie ga ik nou volgen. Nou, je hebt daar drie mogelijkheden in. De eerste is volledig zelf te doen. Het is natuurlijk super flexibel, je kunt alle kanten uit, je hebt alle mogelijkheden. Maar heeft als nadeel, omdat het natuurlijk wel bijzonder inspannend is. Het tweede die je zou kunnen kiezen is het volledig uitbesteden. Nou, als je dit doet, ik denk een hele goede aanpak, maar denk er wel na over het totaalpalet. Dus denk ook na over, kun je het misschien niet meteen integreren in je totaal dienstverlening. Bijvoorbeeld als je een werkplek afneemt, dat je dan ook meteen denkt aan cybersecurity. En ten derde is natuurlijk de mogelijkheid van een hybride vorm. Ik denk dat het echt van belang is dat alle organisaties kijken naar deze vorm. En waarom? Is omdat je dan eigenlijk best of both worlds kunt hebben. Weet dat cybersecurity op heel veel gebieden gewoon echt een niche-markt is. Je hebt heel veel spelers in de markt die een heel specifiek, gespecialiseerd product eigenlijk aanleveren. Als ze kiezen voor die producten, dan weet ik zeker dat je inderdaad in het totale landschap de best of breed hebt. Ik zou echt zeker willen aanraden, kijk eens even in je sourcing-strategie of dat voor jou een optie is. En als derde, ik denk, we hebben net awareness aangetikt. Toon uit de top is zo belangrijk. Het juiste voorbeeld blijven geven. Maar niet alleen het juiste voorbeeld geven, maar ook de dingen benoemen. Uitdragen waarom dit nou zo belangrijk is. Het is niet om medewerkertje te pesten, maar het is echt bedoeld om met z'n allen veiliger te worden. Ik denk als we die drie dingen gewoon volgen, dus een goed assessment doen, goede sourcingstrategie en kijken naar de juiste toon uit de top, dragen wij wel het juiste uit, dan we een stuk weerbaarder kunnen worden voor cyberaanvallen. En dat brengt mij ook bij de conclusie van deze talk. We hebben natuurlijk heel snel door dingen heen moeten gaan, waarbij we het hebben gehad in ons centrale thema over weerbaarheid. We hebben het gehad over aspecten als strategieën, als dreigingsanalyses, als risicoanalyses. Best veel. Ik kan me voorstellen dat er nog veel vragen leven, want dit zijn echt grote topics. En met die woorden hoop ik dat we allemaal een stuk veiligere samenleving kunnen maken en dat we allemaal in een cyberveilige wereld kunnen gaan leven. Dank jullie wel.